Was het op het water net zo spannend als op de kant? Of, Nou, ik denk dat dat wel anders was. Het voelde heel gecontroleerd allemaal. Dus, bijvoorbeeld Duitsland lag dichtbij, maar ik had wel het idee dat we ze op afstand konden houden. En verder heb ik eigenlijk niet zo goed opgelet. Ik was vooral met mijn eigen roeien bezig. De Italianen eigenlijk helemaal niet gezien? Nou, die kwamen op een gegeven moment aan de zijkant in beeld. En net op tijd. Dus, dat was dat gaf heel veel vertrouwen en voldoening. Ja, opgelucht dat je de laatste 500, normaal is niet jullie sterkste punt. En nu dat je gewoon nog ploegen pakt en uitloopt. Was dat een speciaal plan of is dat gewoon, het zat erin, dus het komt er nu uit? Nee, dat was wel een plan om dat anders te gaan doen. Dus ik ben ook heel blij dat dat eruit is gekomen. Bij de voorwedstrijd hadden we afgesproken om het vooral het eerste stuk heel hard te maken. En in de finale, nu bij deze race hebben we afgesproken om vooral het einde nog even een schepje erbovenop te doen. En dat kwam er nu heel mooi uit. Dus daar ben ik heel blij mee. Dus copy-paste later deze week? Ja, en dan nog een tandje erbij. Oké, spreken we dat af. Schrijven we die op.